Hey, vandaag is de donderdag, de 13e. Weet je wat voor dag het vandaag is? Bad-eenddag. Dus laten we eens een bad-eend gaan tekenen. Die kun je misschien combineren met dat bubbelbad wat we hebben getekend. Doe je mee? Goed. Nou, een bad-eend. Hoe tekenen we een bad-eend? Ja, maar waar zullen we eens beginnen? Laten we eerst eens beginnen dat we hem in het water tekenen. Eerst eens water tekenen. Zo. We beginnen met zijn buik. Zo. Komt hier. Zo. Zo hier zijn snavel moeten komen. Zo. En heeft hier zo. Even kijken. Hoppakee. Nou, dat heeft wel een grote snavel, deze eend. Zo, kijk. Hup. Mooie snavel. Zo. En dan heeft hij natuurlijk nog zijn rug. Zo, en een staart, hè. Een mooie staart. Zo. En misschien kunnen we nog een vleugel geven. Zo. Zo. Ah, en natuurlijk zijn oog. Laten we zijn oog niet vergeten. Nou, is dit een bad-eend of niet? Ik vind het wel een geslaagde bad-eend. Natuurlijk kan je hem ook eenvoudiger tekenen. Even een ander velletje pakken. En je kan ook zeggen van, we beginnen eerst met die snavel. Zo. Hupplakee. En dan hebben we ook een bad-eendje. Twee verschillende bad-eendjes. Dus we kunnen kiezen. Ga lekker oefenen met de bad-eend. Plaats hem desnoods nog even in het bubbelbad, wat we al eerder hebben getekend. Ja, want dan was dat ook weer het bubbelbad. 8 januari was dat, we hebben het bubbelbad getekend. Ja, nou, doe het eentjes in het bubbelbad zetten tussen het schuim. Hartstikke leuk, of juist op de badrand. Succes ermee, tot morgen.